vlog uit de Boomgaard. We zijn vanavond, ja, zoals je ziet, een prachtige avond om appels te dunnen. En we zijn nu bezig om plekspecifiek de bomen eruit te dunnen. Omdat we hier dus een perceel hebben wat heel onregelmatig gebloeid heeft. We hebben hier weer dronebeelden van gemaakt. En we zijn deze nu met de PWM-spuit in combinatie met agromanager op taakkaart eruit aan het spuiten. Dus eigenlijk op GPS plekspecifiek. En de sensor die zorgt ook nog dat we niet nog een besparing van ongeveer 20% eigenlijk krijgen. Voordat we in de boomgaard aan de slag konden, hebben we eerst wat huiswerk gedaan. Als eerste hebben we tijdens de bloei met een drone de bloesem in kaart gebracht. Je ziet dat bomen meer bloesem hebben dan de ander. Deze bloesemdata is de start voor het maken van een taakkaart. Daarna hebben we klasses bepaald en aangegeven hoe we elke klasse willen behandelen. Je ziet dat ik alleen de blauwe klasse ging behandelen met een toepassingsfactor van 100%. De verschillende klasses in het perceel. We kunnen nu elke klasse schakelen aan of uit. En in de toekomst ook spuiten met verschillende doseringen. We zouden in totaal 15 verschillende klasses kunnen toepassen. Hier binnen in de cabine zien we dus eigenlijk de PLC besturing in combinatie met het besturingsprogramma van Agromanager. We gaan vanavond de blauwe bomen gaan we eruit spuiten. En zoals je hier kan zien, geeft hij dus af en toe, spuit hij er een boom van tussen. We zien ook zo heel goed aan de grijze streep waar we geweest zijn in de boomgaard. Op basis van de taakkaart weet de spuit welke boom wel of niet gespoten moet worden. De spuitoppen gaan voortdurend aan en uit. Straks ook in de toekomst kunnen de spuitoppen verschillen in afgifte, ook op basis van taakkaart. De sensor zorgt ervoor dat we zo'n 20% kunnen besparen op het middel, afhankelijk van de boomvorm en de aanplant. In het donker is de sensor goed te zien. Zo, dat was hem weer. Op deze prachtige zomerse avond in mei. Vanuit de boomgaard. We gaan over een poosje gaan we het resultaat bekijken van deze bespuitingen. Maar ik heb er alle vertrouwen in. De spuit ging mooi bij de goede bomen open. Dus ik hoop dat we er met z'n allen weer veel van kunnen gaan leren. En ik ga ook nog een rondje doen. Tot ziens!